Hallo en welkom bij het negende en laatste filmpje over functies. We hebben in filmpje 1 gezien hoe dat we functies kunnen definiëren. We hebben in functies 2, de video, gezien hoe dat parameters en argumenten belangrijk zijn. Namelijk, argumenten zijn de dingen die hij meegeeft en parameters zijn waarin hij ze opvangt. We hebben in functies 3 gezien dat je iets kunt terugkeren uit de functie. Dat we dan dat type is een query gaan noemen en dat hij eigenlijk beter geen neveneffecten heeft. Als hij niks terugkeert, dan moet hij wel neveneffecten hebben, anders is hij nutloos. Functies 4 was een voorbeeld. Dan hebben we functies 5 de nuance gemaakt tussen lokaal en globaal bereik van een variabele, dus global en local scope. X en y zijn alleen maar hier binnen de functie gekend. Als we wat verderop, of als we hier ergens een a zouden definiëren, dan is a alleen maar buiten de functies gekend. Dan hebben we pass by reference gezien, hoe dat als we arrays doorgeven en teruggeven, dat we goed moeten opletten. Want eigenlijk geven we adressen door en die wijzen dus natuurlijk naar dezelfde array. Dus als je een array doorgeeft aan een functie, dan heeft hij eigenlijk altijd een verwijzing naar diezelfde array als u. En dat is geen kopie. Het is het adres die gekopieerd wordt, niet de array zelf. Dan hebben we gezien hoe dat functies kunnen oproepen en aan de limiet hoe dat ze zichzelf kunnen oproepen in recursie. Recursie is al minder belangrijk in het tweede semester. We gaan er wel wat op oefenen. Maar echt nuttig gebruik zien we in semester 2 als we het hebben over datastructuren en bijvoorbeeld recursief over een binaire boom gaan lopen. Rest mij nog in dit filmpje een paar dingen te tonen die nuttig kunnen zijn in Python. Kijk eens naar deze functie. Deze functie heeft 2 parameters, maar ik heb daar ook met een toekenning een waarde in gestopt. En in een van de vorige filmpjes had ik er al naartoe verwezen. Dat is dat je eigenlijk een default argument kunt instellen voor x en y. Wat doet die functie? Je gaat gewoon x min y returnen. Dus als ik hier die functie gewoon oproep, dan lijkt hij toch wel, en we gaan hem eens uitvoeren. Zo. Dan lijkt het of dat hij toch wel dit toelaat, namelijk f oproepen zonder argumenten. En dan heeft hij 0 terug. En dat komt natuurlijk doordat als f geen argumenten geeft, dat hij toch zijn werk kan doen, want er zijn default argumenten aangegeven. Dus als hij geen binnenkrijgt, dan neemt hij 0 voor zowel x als y. En 0 min 0 is natuurlijk 0, dat is die 0 die je hier ziet teruggekeerd worden. Geef ik 1 argument bij binnen, of mee met de functie, dan gaat hij dit in de eerste parameter gaan toepassen. Dus die 4 komt in de x terecht. Dus die 0 wordt dan niet gebruikt, wordt eigenlijk overschreven door die 4. En in die y blijft 0 zitten, dus dan hebben we 4 min 0. En dat zien we hier ook. Geef ik 2 argumenten mee, dan hebben we 4 en 3. En die gaan op de klassieke manier in x en y terechtkomen. Dan krijgen we 4 min 3. En dus de returnwaarde is 1. Hij print 1 af. Zie je dat? Wat kan niet? Je kunt niet gaan zeggen dat een parameter volgt op een parameter. Dus een parameter zonder default argument kan niet volgen op een parameter met een default argument. Ja, dus non-default parameter volgens default parameter. En dat kan niet. Dat is een foutmelding. Omdat hij natuurlijk op dat moment niet zou weten wat hij met die 4 moet doen. Moet hij die 4 nu... Want de intentie kan zijn dat hij die 4 daar in die i moet stoppen, maar hij beseft dat niet. Hij kan dat niet, Python. Ja. Dus wat kunnen we wel? Het omgekeerde kunnen we wel. We kunnen x wel voorzien... Of verplichtend te voorzien, en y, de tweede parameter, als die er niet is, dan neemt hij 0. Dus dat is de reden waarom het omgekeerde niet kan, omdat in Python, en zoals in veel talen ook, gekozen is geweest voor, als er maar 1 parameter wordt gegeven, dan wordt die op de eerste plaats ingevuld. De tweede hebben we niet nodig, want dat is default. We gaan een foutmelding krijgen hier, want ik kan nu de functie niet meer oproepen zonder parameters. Ja? Dus parameter x en field, zegt hij. Dus dit kan natuurlijk niet meer nu. Omdat we maar 1 default hebben, dus die 4 kan hij gebruiken in x, en hij krijgt de default waarde 0. En 4 en 3 kan hij ook oplossen, want dat zijn x en y die worden meegegeven.
Default parameters zijn de manier om function overloading te promoten, als het ware. Dat is eigenlijk een functie, verschillende definities van een functie maken. En wat is er uniek aan een functie? Dat is zijn naam en de parameterlijst dat hij mee heeft. Wel, in veel programmeertalen kun je dus verschillende versies van dezelfde functie maken, met dezelfde naam, zolang de parameterlijsten maar schelen, schelen liever, op types of op volorde. Maar in Python hebben we geen strongly typed variabelen. Dus is de oplossing daar om met default parameters te werken. En dit laat toe om wat te doen, functies op te roepen met twee parameters, of met één parameter of geen parameter, en toch altijd dezelfde functie te hergebruiken. Dus je hebt als het ware ook pseudo-verschillende versies van die functie. Het lijkt alsof je verschillende versies van die functie hebt. In andere talen kun je dus effectief alle drie verschillend schrijven, maar niet in Python. Wat hebben we nog voor dit filmpje? Ik ga hier nog iets bij schrijven. Ik heb nog een default argument nodig voor x. Goed. In het verlengde daarvan kun je ook meervoudige returns hebben, maar dat is Python only. Dus wat we nu doen, ga je in veel talen niet terugvinden. En dat is die functie, ik heb hem hier nu g genoemd, ik krijg ook x en y mee. Ik roep g op met 4 en 3 opnieuw, dus een beetje hetzelfde. Maar hij returnt nu twee dingen, namelijk x min y en met een komma gescheiden ook y min x. Als je twee dingen returnt, en opnieuw, dit is zeer specifiek voor Python en dat kun je niet zomaar in alle talen. Ik heb gehoord dat het nu ook in C-sharp zou opgenomen worden, in versie 7 en volgende, ik weet het niet. Als het waar is. En dan moeten we natuurlijk, als we die functie zijn waarden terugkrijgen, dat ook opvangen in een lijst van variabelen. Namelijk twee resultaten. En die twee resultaten drukken we af. Dit is een opstapje naar wat we gaan anders doen in objectoriëntatie. Namelijk, als we verschillende dingen moeten terugkeren, gaan we ze in een object stoppen en één object terugkeren. Dus in veel talen, typisch objectoriënteerde talen, is het niet nodig om meerdere waarden te kunnen terugkeren, want je kunt meerdere waarden in een object steken en één object terugkeren. Goed, het is zeker geen deel van de grootste gemene noemer, zeg maar, van alle talen, dus besef dat als je dit gebruikt, en voor mijn part mag je het gebruiken, dat dit typisch Python is, dat je dat in niet veel talen kunt. In de oefeningen gaan we het nodig hebben, omdat we daar nog niet objectoriënteerd werken. En dat we dus heel vaak complexere dingen, zoals een data, moeten voorstellen door drie getallen. En dus als je een data moet teruggeven of terugkrijgen uit een functie, dan heb je daar van die klassieke trucken waarbij dat je een array met drie getalletjes teruggeeft. Of, en we gaan dit toelaten, dat je eigenlijk gewoon drie waarden gaat terugkeren. Dus de old school variante van dit is, als je geen meerdere returnwaarden kunt geven in een commalijst, dat je wat doet, dat je typisch een object terugkeert. En voor de tijd van objecten was men dus gedwongen om die zaken in een array te stoppen. Dus dit zou op plaats 0 in de array komen, dit op plaats 1 in de array, en we returnen gewoon de array als 1 waarde. Goed, maar in Python kan het en je mag het dus voor mijn part gebruiken. Dan hebben we nog als laatste syntactic sugar, zeg maar, neemt parameters en dat raden we eerder af. Dus ik ga het eens tonen, maar ik zou eigenlijk liever niet hebben dat je dat gebruikt. En ik ga tonen waarom. Omdat als je het enkel maar in die setting gebruikt, dat je zeer merkwaardige dingen aan het schrijven zit die niet zo goed leesbaar zijn. Ik heb weer een functie die x en y krijgt en het verschil returnt. Ik heb hem nu h moeten noemen, omdat ik al een functie g en een functie f heb. Ik roep hem op, dus dit zal gewoon x min y returnen. Maar kijk nu eens wat ik kan doen. Ik kan eigenlijk, als ik de parameters doorgeef, of de argumenten doorgeef, zeggen welke parameters dat ze zijn. Dus ik heb hier y 4 meegegeven en x 3 meegegeven. Dus 3 komt hierin terecht.
En i komt, dus 4 komt hierin terecht. Als we dat run, ga je dus zien dat 4 min 3 1 is, maar 3 min 4 min 1 is. Ja. Waarom is dat niet zo goed? Omdat het eigenlijk veronderstelt dat je de namen van de parameters hier kent. En eigenlijk worden parameters beschouwd als typisch interne variabelen. Dus die x en die y zijn keuzes die gemaakt worden door de ontwikkelaar van die functie. En die eigenlijk geen rol zouden mogen spelen in het gebruik van de functie. Echter, in de laatste jaren zijn IDE's dat gaan gebruiken om die variabelen te tonen in de nootjes dat je krijgt. Dus als ik hier bijvoorbeeld h intyp, ja, dan zie je hier typisch eventjes dat hij dus een x en een y moet meekrijgen. Ja, dus die namen van die parameters worden typisch gebruikt door IDE's in de documentatie, de inline documentatie of de overlay documentatie. Dus die parameters helpen een stuk toch wel de functie documenteren. Als je hier zo staat naam en voornaam, dan weet je dat de bedoeling is dat je een naam en een voornaam meegeeft, alleen door de namen van die variabel. Goed. Dus ook al zijn ze alleen maar intern gekend, in de IDE zelf toont hij ze, waardoor dat je eigenlijk een indicatie krijgt van wat de bedoeling is dat je daarmee geeft. Dus ze helpen documenteren die namen. Dat je ze dus meteen ook kunt gebruiken, is handig in Python, maar werkt bij lange niet in alle talen en kan voor verwarring zorgen. Dus de leesbaarheid kan dalen. Ik zou dit dus niet gebruiken. Ik ga het eventjes daarom ook weer in commentaar zetten. Maar goed, ik dacht bij de extra's dat we hier aan het zien zijn, dat dat de leuk was om dus te tonen dat je ook heel specifieke dingen in de taal kunt hebben die breken eigenlijk met de standaarden dat je in veel andere talen of in de meeste andere talen ziet. Goed. Dus die eindparameters, vergeet het, maar denk er wel aan dat de namen van je parameters door een IDE opgepikt worden als je hem oproept of als iemand hem gebruikt. Dat hij die namen van die parameters gaat tonen en dat ze een geweldig hulpmiddel kunnen zijn in het gebruik van de functie. Dus dat ze expressiviteit kunnen verhogen bij het gebruik van een functie en de documentatie van hoe dat hij moet gebruikt worden.